Nou, vandaag een workshop met voor de barbecue. We zijn hier bij Rookoven en gaan we even kijken hoe zij het hier doen. Ik ben erg benieuwd. Een beetje een blik van wat hier allemaal precies is. Mooie apparaten. Gaan we even wat moois maken vandaag. Om een beetje een idee te kunnen krijgen wat wij straks allemaal gaan maken. Er is hier een tafel met allemaal mooie dingen. Onder andere een stuk zalm, ribbels, kip, spuikspek. Ik denk een ham. Het ziet er in ieder geval allemaal heel erg goed uit. Nou, we gaan dan even sperms klaarmaken. Mijn schoonvader die staat hier de sperms eigenlijk aan het ontvliezen. Hij had een hele grote mond dat wij er altijd te lang over doen. Dus we zijn benieuwd hoe meneer het gaat doen deze keer. Nou, je ziet al, hij heeft opgegeven, hij loopt weg. Mooi rip erop. Overigens mensen, hè, het is natuurlijk altijd mogelijk dat je het vlieg niet helemaal afkijkt. Hè. Je hebt af en toe wel eens maar zou er een blik daar zitten? Pak je een mes en dan snij je gewoon op het bord en ertussenin gewoon met de lengte. En als je dan een hap neemt, heb je niet... En dan gebruik je de bak voor die hout. Sperms en gemaakt door een pellet girl. Beetje vals spelen natuurlijk. Maar het maakt het niet minder lekker. Uiteindelijk is de bedoeling dat het er ongeveer zo uitziet. Prachtig gesneden. Doe dat hier. Lekker wel pork, belly, burnt end. Kan ook, moet je hem straks doorsnijden. Ja. Bak die doen we dicht en je zult zien dat er zo een hele... Nou, we hebben het gehad. Het was een enorm leuke ervaring. Als je wat meer ervaring hebt met barbecuen, is het gewoon meer leuk. Als je wat meer wil weten over barbecuen, zeker leerzaam. Leuke winkel. Genoeg eten voor een weekend in ieder geval. En wat dat betreft kost het ongeveer net zo. Het is iets duurder dan een avondje in een restaurant. Ik krijg er twee drankjes bij, maar al met al een prima dag. Zeker een aanrader.